Dit is een nieuwsuitzending over het geloof. Dat wat we moeten geloven. Dat wat wij kunnen geloven. En dat wat wij mogen geloven. Deze uitzending gaat over een vreemd fenomeen wat ik tot ontdekking gekomen ben door deze man en die heet Alberto je schrijft Vera Romero, maar je zegt Bera. Het is wel grappig dat hier een eventjes uitvergroten een Spaanse. Je hebt toch nog even tijd om naar mij te luisteren. Maar hier stond een B. Kan je dat zien? En je zegt ook Ribera. Oh, nou is dat nog een 1. Nou zeg, dat is niet eens een I. Hij was een katholieke priester. En hij is in zijn functie uitgenodigd geweest bij het Vaticaan. En daar heeft hij van kardinaal Bea, dus Bernard Eduard Anton, iets gehoord over de islam. Laten we even naar hem luisteren. Het duurt maar 11 minuten, dus zo lang is dit niet. Dat is in principe jullie tijdspannen, want 15 minuten halen jullie niet. Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat ik op de universiteit zat. En hadden we colleges of lessen van 3 kwartieren. Dat konden wij toen, hè. Wij wisten gewoon van ja, het is nog eventjes de kiezen op elkaar. En zo dadelijk kunnen we koffie, dat kostte toen 20 cent. 8 eurocent had je een kop koffie. En, ja, en de asbakken die stonden overal. Hè? Maar goed, nu gaan we luisteren naar... dus niet aan deze. In die tijd hadden mensen nog aandacht. Ze dronken koffie en ze rookten een shaggy. En dan waren we weer helemaal klaar voor nog een 3 kwartier. Nou, aan jullie is het ook. Tot en met 8:15 op mijn klok. Doorluisteren. Niet afhaken. Komt eraan. The astonishing story of an ex-Jesuit. Sorry, die pak ik even terug. Ik wist niet dat hij zo snel kwam. Hij zei net op zijn Engels how the Vatican, het Vaticaan, created the Islam. Hoe het Vaticaan het voor elkaar gekregen heeft om die Arabieren te verleiden tot, wat is het voor een soort gebouw? How the Vatican created Islam, the astonishing story of an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera. Precies, daar hebben we het over. Alberto Ribera, moet je eigenlijk zeggen. Want die Spanjolen, die kunnen geen V uitspreken. Die Chinezen, die kunnen geen R. En de Spanjolen weten niet van de V. Die zeggen altijd B. Ribera. Which was told to him by Cardinal B while he was at the Vatican. Kardinaal Bea. Zo spel je die naam. Kardinaal Bea was het hoofd, of die stond hoger in de orde. Want de katholieke kerk is een hiërarchische kerk. Christendom niet. Bij het christendom is iedereen even stom. Maar de katholieke kerk die heeft zoiets van, nou, als je toch geloof hebt, dan kan je er wel geld van maken. Nou moet je kijken, hier staat een fucking een doom met goud dinges erop ofzo. En is dat nou een hexagon of een pet? Nee, het is een hexagon. We zien hier 3 muren. En aan die andere kant zitten er weer 3. Dus het is een hexagon. Oké, is mooi. Met een gouden muts.
by Alberto Rivera. This information came from Alberto Rivera, former Jesuit priest, after his conversion to Protestant Christianity. Even vertalen, dit is Alberto Rivera, vroeger een priester van de Jezuïetenorde. En hij heeft zich teruggetrokken en hij is een protestant geworden. Dat hij zegt, dit kan niet. It is excerpted from The Prophet, published by Chick Publications, P.O. Box 661, Chino, California, 91708. Ja, Chick Publications, dat is een, dat kan je gewoon zo googlen. C-H-I-C-K. En dan publicaties. Doe maar gewoon publicaties met een C. Met een K maakt ook niet uit. Maar Google die snapt gelijk wat je bedoelt. Chick Publications. Dat is een christelijke priester die onbetaald is. Dat geldt niet voor al die imams. Hè? Wist je dat? Ik weet dat. Ik heb Mohammedaanse vrienden. Ik heb Libisch Mohammedaanse vrienden. Jemenitisch Mohammedaanse vrienden, Turks Mohammedaanse vrienden, Koerdisch Mohammedaanse vrienden en of all places, Marokkaanse Mohammedaanse vrienden. Ik weet ervan, man. Since his publication, after several unsuccessful attempts on his life, he died suddenly from food poisoning. Dat heeft zijn vrouw gezegd. Dus de man waar je nu naar kijkt, die heet Alberto Rivera. En hij is vergiftigd. En waarom eigenlijk? Er was toch een Jezuïtische priester? Die neemt toch deel aan het alle grote wereldorde gebeuren? Van de oude wereldorde, de middeloude nieuwe wereldorde en nou de nieuwe wereldorde. En hij is daaruit weggestapt en vergiftigd. Nou, leuk is dat. En wat had hij dan te vertellen? Testimony should not be silenced. Dr. Rivera speaks to us still. What I'm going to tell you is what I learned in secret briefings in the Vatican when I was a Jesuit priest, under oath and induction. Onder ede en inductie. Under oath of induction. Ja, je moet die Jezuïtische ede, de creeds, de oaths, zoek ze eens op. Van het doel heiligt de middelen. Wat maakt het uit dat er één mens dood is? A Jesuit cardinal named Augustine B. showed us how desperately the Roman Catholics wanted Jerusalem at the end of the 3rd century. Yep. En daar heeft deze meneer, hij leest voor uit het, wat Alberto Rivera heeft gezegd, dat Jeruzalem, dat moet van de wereldorde zijn. Als je me niet gelooft, ga Martin Heidegger lezen over het Occidentale land. Want Jeruzalem, dat land waar Jeruzalem of zo, waar de hoofdstad van is, dat is Occidentaal land. Maar dan er precies tussenin. Het is niet echt bij die Mongolen. En daarmee bedoel ik niet mensen met een Down-syndroom, maar ik bedoel die Mongolen. Die al die vrouwen in Duitsland verkracht hebben. In Berlijn, om precies te zijn. Jeruzalem, dat is occidentaal. Niet echt oosters. Het wordt waarschijnlijk de hoofdstad van de wereldorde. Maar niet met een stelletje kleuterneukers aan het stuur. Of aan het roer. Van waar zijn jullie kinderen? Want ik heb al 3 maanden lang geen kleuter geneukt. Mag ik er eentje? Waar zijn de kinderen te huizen? Because of its religious history and its strategic location, the Holy City was considered a priceless treasure. The Holy City is dus Jeruzalem. A scheme had to be developed to make Jerusalem a Roman Catholic city. The great untapped source of manpower that could do this job was the children of Ishmael. The poor Arabs fell victim to one of the most clever plans ever devised by the powers of darkness. Early Christians went everywhere with the gospel, setting up small churches. Hoor je dat? De vroege christenen
gingen door met het opzetten van kleine kerken. En dat is ook precies zoals het moet. Als er een kerk is die je van mij, en dan krijg je van mij 100 euro. Nee, dan krijg je van mij wel meer. Dan moet ik even op mijn bankrekening kijken. Maar ik heb hier om de hoek, er staat zo'n katholieke kerk. Echt zo'n K-ding. Hè? Dan mag je zelf invullen wat K betekent. Hè? Katholiek, kut of klote. Zo'n indrukwekkend gebouw met gargoyles. En hij is erachter gekomen. En die rotzooi moet weg. But they met heavy opposition. Both the Jews and the Roman government persecuted the believers in Christ to stop their spread. But the Jews rebelled against Rome, and in 70 AD, Roman armies under General Titus smashed Jerusalem and destroyed the great Jewish temple. Okay, dus in het jaar 70 heeft dus Titus, was toen de Romeinse keizer, die heeft Jeruzalem helemaal aan flarden gemaakt. Daar zijn soldaten op afgestuurd, terwijl die zelf rode port zat te drinken in Rome. En zat te wachten op het eerstvolgende bericht van een van zijn onderofficieren. Of zo. Kardinalen, bisschoppen, wat maakt mij het uit? Which was the heart of Jewish worship, in fulfillment of Christ's prophecy in Matthew 24:2. On this holy place today, where the temple once stood, the Dome of the Rock Mosque stands as Islam's second most holy place. Sweeping changes were in the wind. Corruption, apathy, greed, cruelty, perversion, and rebellion were eating at the Roman Empire. And it was ready to collapse. Het Romeinse Rijk kreeg probleem met het feit dat ze niet de belofte invulden. Dat er belasting betaald zou worden, dat was overeengekomen. Want als je dat niet zou doen, dan ging je kop eraf. Of je vrouw of je dochter werd verkracht. Je kon gewoon kiezen. Hè? Maar toen bleek dat ze dus dat geld wel allemaal konden incasseren. Maar ze daar geen bescherming voor boden. Ja, toen begon het probleem. Persecution against Christians was useless as they continued to lay down their lives for the gospel of Christ. Hoor je dat? Sorry voor mijn emotie. Die vroege christenen waren bereid to lay down their lives. Zij waren bereid om te sterven. En niet voor de Romeinse keizer. Maar wel voor dat wat de waarheid is. The only way Satan could stop this thrust was to create a counterfeit Christian religion to destroy the work of God. Precies, a counterfeit Christian religion. Een counterfeit betekent namaak. Ze konden niets anders doen dan een namaak christendom oprichten. The solution was in Rome. The religion had come from ancient Babylon. And all it needed was a facelift. De religie, het dogma, het paradigma, dat kwam uit Babylon. This didn't happen overnight, but began in the writings of the early church fathers. It was through their writings that a new religion would take shape. The statue of Jupiter in Rome was eventually called Saint Peter. Okay. A new religion was in state. Ik ga het nu niet herhalen, want het is 11 minuten. Ik wil er zo snel mogelijk doorheen razen. Maar ze hebben dus het christendom vermengd met Babylonische elementen. Van Semitras. Of Isis. En Osiris. En dan heb je nog Tammuz en Horus. Je haalt ze altijd door elkaar. Dat heet de heilige drie-eenheid van God. En er is geen heilige drie-eenheid van God. In het begin schiep God hemel en aarde. Dus als je wil weten wie God is, dan ga je daar maar over nadenken. Wanneer heb jij voor het laatst de tijd geschapen, de hemel geschapen en er een aarde onder laten ontstaan? Dankzij jouw werk? Dat kan niet.
Dat kan jij misschien wel doen, maar je kan niet weten hoe God in elkaar zit. God is een eenheid. En hij heeft zijn enig geboren zoon gestuurd om ons een les te leren. Want dit is de laatste keer. Het is nu of nooit. Het was onze lakmoesproef. En een lakmoesproef, dat is een papiertje en dat doe je in water. En als het roze wordt, is het zuur. En als het blauw wordt, is het basis. En dan heb je ook nog een kleurenstaaf erbij. En dan kan je zien hoe zuur of hoe basis. Kortom, de Heere God heeft zijn enige geboren zoon gestuurd. En wij hebben gezegd, dankjewel, wat leuk, die gaan we aan planken spijkeren. Stuur er nog een. And the statue of Venus was changed to the Virgin Mary. The site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called Vaticanus, the place of the diving serpent where the satanic temple of Janus stood. The great counterfeit religion was called Roman Catholicism, called Mystery Babylon the Great. Yep. There's a Mystery Babylon the Great that comes out of the book Openbaring. Je moet je even voorstellen, dus Babylon als woord. Hè. Het eerste is Babi en het tweede is Lom. Nou, Babylon kan je dus interpreteren als de heerschappij van onwetenden. Je kan wel denken, ik ken een vrouw en die zegt, oh, baby's weten alles al. Nou, ik kan jou vertellen, nee. Een baby weet helemaal niks. Wij worden geregeerd door onwetenden. Die een beetje het huis van mijn vader lopen te bezoedelen. The mother of harlots and the abominations of the earth. Ja, the mother of harlots. Een harlot, dat is een prostituee. De moeder der prostituee en dat andere. Revelation 17:5. She was raised up to block the gospel, slaughter the believers in Christ, establish religions, create wars, and make the nations drunk with the wine of her fornication, as we will see. The wine of her fornication. Fornication op zijn Nederlands is hoererij. De wijn van de hoererij. En daar word je dronken van. Alberto Ribera kan niet meer dronken worden, want hij is vergiftigd, maar hij was er nooit dronken van. Three major religions have one thing in common. Each has a holy place where they look for guidance. Roman Catholicism looks to the Vatican as the holy city. The Jews look to the Wailing Wall in Jerusalem. And the Muslims look to Mecca as their holy city. Each group believes that they receive certain types of blessings for the rest of their lives for visiting their holy place. In the beginning, Arab visitors would bring gifts to the house of God, and the keepers of the Kaaba were gracious to all who came. Some brought their idols and, not wanting to offend these people, their idols were placed inside the sanctuary. It is said that the Jews looked upon the Kaaba as an outlying tabernacle of the Lord with veneration until it became polluted with idols. In a tribal contention over a well, Zamzam, the treasure of the Kaaba and the offerings that the pilgrims... Ik ga even stilstaan. De Christians, de christenen hadden respect voor die kerken, totdat zij zich bewust werden dat het hier ging om idolatrie. Het vereren van beelden. Dan doet mijn computer even vervelend. Oh, fuck. Terug. We waren hier. Toch. The great counterfeit religion was called Roman Catholicism. Called Mystery Babylon the Great. The mother of harlots and the abominations of the earth.
Revelation 17:5. She was raised up to block the gospel, slaughter the believers in Christ, establish religions, create wars, and make the nations drunk with the wine of her fornication, as we will see. Three major religions have one thing in common. Each has a holy place where they look for guidance. Roman Catholicism looks to the Vatican as the holy city. Dan gaat er iets mis. Ik krijg een boodschap binnen van Jörg Liesman, maar nu gaan we weer verder hoor. The Jews look to the Wailing Wall in Jerusalem, and the Muslims look to Mecca as their holy city. Each group believes that they receive certain types of blessings for the rest of their lives for visiting their holy place. Hoor dat? Al die groepen geloofden dat er een vergoeding zou komen omdat ze naar die heilige plaatsen waren gegaan. Een katholiek gaat naar dinges. Een jood gaat naar de klaagmuur. En een Mohammedaan die gaat naar Mekka. En je bent in Mekka geweest of daar zo'n katholieke bedenorde. Lourdes of zo. En dan heb je dus wat. Nou, dat is totaal niet. Dat hecht daar überhaupt niet aan. Blijf weg van haar. Zo staat in het boek Openbaring. Er is geen daad die je kan doen waardoor je goed bent. Het is alleen in het schrift dat je begrijpt wat er staat. Het is in het geloven. Dat je gelooft dat je iets te doen hebt. Dat jij een instrument bent van de Heer. Dat is jouw geloof. En dan ben je maar dakloos of zoals Alberto Ribera met een foute bril. Maar hij gelooft. En dat komt alleen door Christus. Je kan archaïs, om een moeilijk woord te gebruiken, op zijn Nederlands ouderwets, achterlijk gaan doen. En zeggen, ja, ik geloof alleen maar in geschriften die ouder zijn dan de Bijbel. Waarom zou je dat willen? In the beginning, Arab visitors would bring gifts to the house of God, and the keepers of the Kaaba were gracious to all who came. Some brought their idols and, not wanting to offend these people, their idols were placed inside the sanctuary. It is said that the Jews looked upon the Kaaba as an outlying tabernacle of the Lord with veneration until it became polluted with idols. In a tribal contention over a well, Zamzam, the treasure of the Kaaba and the offerings that the pilgrims had given were dumped down the well and it was filled with sand. It disappeared. Many years later, Abd al-Muttabi was given visions telling him where to find the well and its treasure. He became the hero of Mecca, and he was destined to become the grandfather of Muhammad. Before this time, Augustine became the bishop of North Africa and was effective in winning Arabs to Roman Catholicism. Augustine, dat heet op zijn Nederlands Augustinus. En ik heb de werk van Augustinus mogen, kunnen en moeten bestuderen. En zo gek is hij niet hoor. Taalfilosofisch, logisch gesproken, zit het allemaal heerlijk in elkaar. Augustinus is naar Noord-Afrika gestuurd, en dat was een kerkvader, om daar te gaan vertellen, jongens, allemaal opletten, er komt een profeet aan. Including whole tribes. It was among these Arab converts to Catholicism that the concept of looking for an Arab prophet developed. Muhammad's father died from illness, and sons born to great Arab families in places like Mecca were sent into the desert to be suckled and weaned and spend time of their childhood with Bedouin tribes for training and to avoid the plagues in the cities. After his mother and grandfather also died, Muhammad was with his uncle when a Roman Catholic monk learned of his identity and said,
Take your brother's son and go back to his country and guard him against the Jews. For by God, if they see him and know of him that which I know, they will construe evil against him. Great things are in store for this brother's son of yours." The Roman Catholic monk had fanned the flames for future Jewish persecutions at the hands of the followers of Mohammed. Het gaat hier om het vervolgen van Joden. Hoor je dat? Joden zijn niet katholiek. Het christendom is voortgekomen uit het Jodendom. Samen met, nog wel meer hoor. Want de Heere Heere, op zijn Engels, Lord, Lord, die was er al voordat de tijd begon. En die zal er zijn als de tijd eindigt. Daar gaat het om. En dit is viespeukerij. Wat je hier ziet, deze foto, in het midden, daar staat een obelisk. En dat lijkt op een penis, of niet? SM, anyone? The Vatican desperately wanted Jerusalem because of its religious significance, but was blocked by the Jews. Another problem was the true Christians in North Africa who preached the gospel. Roman Catholicism was growing in power, but would not tolerate opposition. Somehow the Vatican had to create a weapon to eliminate both the Jews and the true Christian believers who refused to accept Roman Catholicism. Looking to North Africa, they saw the multitudes of Arabs as a source of manpower to do their dirty work. Ik zou nu bijna dat nummer op kunnen starten van Steely Dan. I don't want to do your dirty work anymore. Nou, kijk hoe dat afloopt. Zegt, die paus die heeft zichzelf in zijn eigen voet geschoten. En daar blijft hij nog steeds mee bezig totdat ik hem pak. Arabs had become Roman Catholic and could be used in reporting information to leaders in Rome. Others were used in an underground spy network to carry out Rome's master plan to control the great multitudes of Arabs who rejected Catholicism. When St. Augustine appeared on the scene, he knew what was going on. His monasteries served as bases to seek out and destroy Bible manuscripts owned by the true Christians. The Vatican wanted to create a messiah for the Arabs. Someone they could raise up as a great leader, a man with charisma, whom they could train, and eventually unite all the non-Catholic Arabs behind him, creating a mighty army that would ultimately capture Jerusalem for the Pope. In the Vatican briefing, Cardinal B told this story. A wealthy Arabian lady, who was a faithful follower of the Pope, played a tremendous part in this drama. She was a widow named Kadia. She gave her wealth to the church and retired to a convent, but was given an assignment. She... Okay, even vertalen. Kadisha, zo zeggen wij dat. Hoe zei hij dat nou? Kadia. Kadia, zei hij. Het ging dus om een Rooms-Katholieke vrouw. Een weduwe. En die had al haar bezittingen gegeven aan de Rooms-Katholieke kerk. En die was achter die muren gaan zitten met een kaal geschoren kop, denk ik dan. Hè? En zij kreeg een assignment. Dat betekent een opdracht. En wat was die opdracht dan? He was to find a brilliant young man who could be... To find a brilliant young man. Dus een briljante jonge man, een taalgevoelige man. Used by the Vatican to create a new religion and become the Messiah for the children of Ishmael. Kadia had a cousin named Oroqua, who was also a very faithful Roman Catholic, and the Vatican placed him in a critical role as Muhammad's advisor. He had tremendous influence on Muhammad. Teachers were sent to young Muhammad, and he had intensive training. Muhammad studied the works of St. Augustine, which prepared him for his great calling.
The Vatican had Catholic Arabs across. Dus Mohammed bestudeerde het werk van Sint Augustinus, een van de kerkvaderen. Want daarin werd hij geprezen. Hij werd op de kaart gezet. Across North Africa spread the story of a great one who was about to rise up among the people and be the chosen one of their God. While Muhammad was being prepared, he was told that his enemies were the Jews and that the only true Christians were Roman Catholic. Dat is ook heel leuk, hè? Dus tegen Muhammad werd gezegd dat zijn vijanden, dat waren de Joden. En voor de rest iedereen die niet katholiek was. Ja, pak je kromsvaart en je hash en word een hashashin. Kill the mofos. He was taught that others calling themselves Christians were actually wicked imposters and should be destroyed. Many Muslims believe this. Muhammad began receiving divine revelations, and his wife's Catholic cousin, Wariqua, helped interpret them. From this came the Quran. Okay, dus hij kreeg goddelijke openbaringen. En die ging je dan vertellen aan andere mensen. En die zeiden, oh, we snappen wat jij bedoelt. Dat schrijf je zo op. Ja, mooi zo. Ik geloof het direct. Hier gaat iets mis. Maar dat maakt me niet uit. Ik ga altijd door. In the fifth year of Muhammad's mission, persecution came against his followers because they refused to worship the idols in the Kaaba. Muhammad instructed some of them to flee to Abyssinia or Negus. The Roman Catholic king accepted them because Muhammad's views on the Virgin Mary were so close to Roman Catholic doctrine. These Muslims received protection from Catholic kings because of Muhammad's revelations. Muhammad later conquered Mecca and the Kaaba was cleared of idols. History proves that before Islam came into existence, the Sabians in Arabia worshipped the moon god who was married to the sun god. Dat is trouwens waar. Dus, Allah is de naam van de maangod. En die is dan getrouwd met de zonnegod. Dat was vroeger de naam van die ene god die dus uit twee goden bestaat. Want je hebt de maangod en de zongod. Dat is een dualisme. Dus verwarrend, laat ik het zo maar zeggen. They gave birth to three goddesses who were worshipped throughout the Arab world as daughters of Allah. An idol excavated at Hazor in Palestine in 1950s shows Allah sitting on a throne with the crescent moon on his chest. Muhammad claimed he had a vision from Allah and was told, "You are the messenger of Allah." This began his career as a prophet and he received many messages. Ja, dat is heel mooi. Een messenger van Allah, dat is de Mohammedaanse eed. En daarvan de tweede zin. De eerste zin, er is geen God, God is. Goed begrijpen dat die Mohammedanen voor de gek gehouden zijn met waarheden. Want er is geen God. God is. Er is ook geen scheiding tussen hemel en aarde, want dat is in één keer geschapen. Er is ook geen scheiding tussen Christus Jezus als zoon van God, als een soort tweede God, en God. Dat is één. Zo moet je de wereld beschouwen, anders wordt het echt één grote puinhoop. En dan gaan we al onze vrouwen, die gaan we met zwarte doeken omhangen. Van, oh, je gaat vreemd. Ja, vind je het gek? Je man is een e-hol. En dan wil je wel op zoek naar een andere man. En dan gaat zo'n vent zeggen, ja, je mag alleen maar over straat met een kaalgeschoren kop en een kaalgeschoren oksels. En de andere oksel ook kaalgeschoren. En dan wel met een zwarte doek eroverheen. Dat je er een beetje netjes uitziet. En niet die felle kleuren. En zo hou ik je wel in bedwang. Je mag geen make-up. Je mag helemaal niks.
want anders kunnen die mensen hun vrouwen niet onder bedwang houden. Ja, waar heb je het over? Wat voor een zielenpoot ben je? Dat je denkt dat je vrouw alleen maar naar buiten mag met een burka om. Of met een nonnenkleed. Dat is jouw manier om vrouwen onder bedwang te houden. Nou, wat dacht je ervan om een beetje aardig te doen tegen je vrouw? En daar begrip voor te hebben. En dankbaar te zijn dat zij gebaard heeft. Oh, het filmpje is afgelopen. Nou, dat is mooi. Het Vaticaan heeft, naar mijn mening, en dan mag je mij weerleggen, je mag me een e-mail sturen, je mag zeggen, Perry, dat is helemaal niet waar. En ik zeg je, de overeenkomsten tussen de islam, het mohammedanistische geloof, of het mohammedaanse geloof, hoe wil je het maar zeggen, en de katholieke K-kerk, nou, de vergelijkenissen, de vergelijkingen, je slaat stijl achterover. Dat is idolaterie van hier tot Tokio. En Tokio is de hoofdstad van... niet van China. Want dat was fout. Probeer het nog een keer. Maar je weet wel waar Tokio ligt. Het is een eindje fietsen hoor. Echt een heel eind weg. En wij hebben dus te maken met die want je hebt die katholieken, dat is 1,2 miljard mensen die op zoek zijn naar vertrouwen. Die hebben dus geen vertrouwen uit zichzelf. Zij zijn de onzekere. Zij zijn de infidels. Dat zijn al die katholieken. 90%. Alberto Ribera, die je net zag, die wil ik uitsluiten. Die kon zeker zijn vanuit zichzelf. En zijn vrouw hoefde niet met een burka over straat of een nonnenkleed. Misschien deed hij wel net als ik helemaal niet aan vrouwen en dan maakt dat mij niet uit. Ik hou toch niet van vrouwen, ik kan er niet mee omgaan. Lego, dat vond ik nog te doen. Maar vrouwen? Ingewikkeld hoor. Maar toch, ja, je hebt ze nodig hè. Er moeten kinderen komen van onze Heer. Onze Lord, Lord. En die vrouwen moeten er ook zin in hebben. Die moeten ook wel weten van oké, ik laat me helemaal zwanger dingen zo. En die kerel die zorgt voor mij. En dan geen huwelijkscontract AUB. Die vrouw moet het vertrouwen hebben in haar man zoals die man is op dat moment. En als hij dan later een alcoholistische, junkverslaafde, Bob, die vent ook weer, van Oudkerk. Hoe heet hij nu nou? Die wethouder van Amsterdam. En die ging dan naar de kluizen weg. En dan kon hij wel de SAKS, het is Simon Eduard... Karel, Simon krijgen die thuis niet kreeg. Rob heette die. Rob van Oudkerk. Die de term kut Marokkaan in deze wereld heeft geflikkerd. Nou, als ik getrouwd was met een Rob van Oudkerk, die werkte voor de gemeente Amsterdam, had ik gezegd, jongen, move. Jij gaat neuken met heroïne verslaafde vrouwen aan de Kluizenweg. Want dat kost maar €30 per keer of zo. En die doen dan wel achterstevoren geinige seks in de kofferbak. Ik weet niet waar Rob Oudkerk op ging of zo. Hè? Achterbankseks of kofferbakseks of... ik wil je wat doen, maar wel in de bosjes. En dan gaf hij dat arme mens €50 of zo. En dan naar huis en dan... Hallo, papa is weer thuis. De hele dag hard gewerkt bij het gemeentebureau van Amsterdam. Wij snappen toch ook wel dat helemaal niet kan. Of waar is als moraliteit? Waarom wil je überhaupt dat zo'n Rob Oudkerk, die de term kut Marokkanen de wereld in flikkert, om een beetje olie op het vuur te krijgen? En dan gaat hij s'avonds zo hard gewerkt.
Ik mag eventjes ontladen hoor. Bij een totaal verloren mens, waarvan de kinderen zijn afgepakt. Maar ze staat aan de Kluizenweg in een minirok. Ja, ik wil er wat doen hoor, maar niet te duur. Want ik heb maar zoveel bijlagen, toelagen van de gemeente Amsterdam. Het hoort niet. Dat slaat nergens op. Rob Oudkerk, die moet gepaintbold worden. En wel zo snel mogelijk. En waar zijn die jongens dan van een jaar of 16, 18, 17? Met een paar oma's die bereid zijn om de Renault Clio te rijden. Zodat die jongens eventjes Rob Oudkerk kunnen paintballen. En take him down. Maak er een geintje van. En dan allemaal erbij met je YouTube-camera's, met je iPhone of je iPad. I don't care. Mooi hè, dat ik niet fucking zei. Dan leer je tenminste een keertje Nederlands. En take hem. Je hebt mijn toestemming. En niet alleen die van mij, ook van mijn vader. Want mijn vader is totally pissed off met deze soepzooi. Het lijkt wel... Ik wilde iets zeggen en dat zeg ik dus niet. Hè? We zijn nog niet bij 7:45, snap je? Ik ga nog even doorratelen, maar mijn vader die pikt dit niet. Je hebt gewoon twee keuzes. En of je nou een tutholo bent, tuthola, laat ik netjes Nederlands blijven spreken. Of je nou een tuthola bent, of een klojo. Dat maakt niet uit. Maar als je met die lui mee gaat doen, zo dadelijk komt er vuur en zwavel. Deze hele soepzooi gaat eraan. En hopelijk voor 1 millipercentiel promillage door mij. En dat ik jullie ga vertellen. Want je gaat je eigen kinderen maar vertellen dat ze iets moeten gaan doen. Bijvoorbeeld Rob Oudkerk. En Sonja Barend. En Marcel van Dam. We pakken gewoon eerst, je moet die tussenlaag hebben. Zo'n Rothschild. Laat die maar even zitten. Want zijn vermogen is zo dadelijk wel echt voorbij hoor. We moeten die officieren pakken. En onderofficieren. Laten we het lijntje er even herhalen. Oh, je hebt hier in Amsterdam. Heb je ook, ik ben geboren in Amsterdam. Maar hier in Arnhem. Hè? Heb je zo'n Pauline Krikke. Ja, paintballen. Wat heeft een mens ooit gedaan? Een beetje in de rondte wandelen in een mooie jurk. En dan doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl heel Arnhem naar de K. De katholiciteit geholpen werd. En zij lachen, jongen. En ik weet dat zij een cocaïnegebruiker was. Ik ken een vrouw. En die is biseksueel. Of liquid seksueel. In ieder geval ze vond Pauline Krikke wel een lekker ding. Hè? Die kwam gewoon bij haar binnen. Ze was ook haar buurvrouw. Die heeft me alles verteld. En dat is dan een burgemeester van Arnhem. Ho, wat word ik er blij van zeg. Lekker cocaïne snuiven en een beetje een seks doen. En oh jee, ik moet weer naar mijn werk. Oh, ik moet een vergadering voorzitten. Nou, ik ben een vrouw, ik weet toch niks. Ik ga alleen maar onzin lopen, ouwe hoeren. En uitkijken naar mijn volgende baantje. Wat mag ik worden? Gouverneur van Overijssel? En mensen zeggen wel eens tegen mij van... Ja, Perry, jij staat zo stil bij de negatieve dingen. Waarom sta je niet stil bij het feit dat de vogeltjes nog fluiten? Nou, de vogeltjes die fluiten. Ja, met vogeltjes heb ik geen ruzie. Maar wel met die klojo's als Paulien Krikke en Marcel van Dam en Sonja Barend en... Wie was die... Oh ja, Rob Oudkerk. Ja, een beetje de hele boel lopen te verdingen ze. En waarvoor dan eigenlijk? Wat komt er dan aan? Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel? Ja, leg het me uit hoor. Als jij vindt dat, ja, maar Pauline Krikke, die had altijd een heel goed jurkje aan. En ja, ze had ook mooie benen. En blond haar. En ik neem aan dat het niet geverfd was. Ja, en een beetje lang was ze ook. Dus dat was allemaal niks mis mee. Maar wat heeft een mens gedaan voor ons? Een beetje 9-11 in de doofpot laten houden. Een stilstaan bij projecten voor daklozen.
Ik vind persoonlijk dat je al die daklozen moet laten verrotten. Wat is dat voor onzin? Je belt je tante Til maar op. Je gaat me eerlijk uitleggen wat je allemaal uitgespookt hebt. Dat je al je poen kwijt bent. En dat je vanavond, vannacht gaat liggen in de goot of onder een dennenboom. En of je alsjeblieft morgenochtend bij tante Til langs mag komen voor een ontbijt. En ga dan een keer luisteren naar tante Til. In plaats van die stomme overheid te gaan. Met uitzondering van mensen die ik dus persoonlijk ken. En die hebben zich beroepen op de overheid. En die deden dat heel erg netjes. Niet misbruikend of zo. En heel veel mensen denken, ja, die overheid, ah, dat is allemaal zo leuk, maar dat is katholicisme. Nou, het katholicisme is alles, want dan staan we onder het hoofd, onder de, hoe moet ik zeggen, onder het auspiciën, onder het toezichthouderschap van een onfeilbaar mens. En daar geloven wij in. Ja, leuk is dat. Ze hebben die Mohammedanen ook op de kaart gezet. En dode kinderen? Vind je dat erg? Of maak je dat niet uit? Dat kan ook, dat je zegt, ja. Kinderen, als je zwanger wordt, aborteren voor morgen, want anders krijg ik een dikke buik. En dan helemaal ervoor zorgen dat ze niet uit je kut komen kruipen, tenzij je dat kind gelijk af kan geven bij de katholieke kerk. En dan stop je je kind gewoon in een kartonnen doos en dan schuif je het in een luikje en dan denk je, mooi zo, nu nog meer seks. Want zonder seks geen kinderen, hè? Ik raad hem maar een beetje door. En dat lijkt een beetje heel erg anarchistisch, chaotisch. Maar maak er eventjes een plaatje van, hè. En red Nederland. Ik ga dat toch niet in mijn eentje doen. En weer zei ik geen fucking. Je kan toch niet van mij verwachten dat ik Nederland in mijn eentje ga redden. Jij bent toch een moeder of een vader? Je bent toch jonger dan ik? Je hebt toch kinderen? Ja, paintballen die handel. Des te meer paintballen. Hè, qua balletjes. Hè? En dan blauwe plekken en beschadigde pakken. Want als je Sonja Barend gaat paintballen. Jongen, dan kan de hele jurk wat ze er maar aan heeft. Ja, die hoeft niet naar de stomerij. Die kan in één keer de vuilnisbak in. Dan weet zij ook een keer dat niet alles mag. En Sonja Barend is schuldig. En Marcel van Dam ook. En Rob Oudkerk ook. Er zijn schuldigen. Take him down. Gewoon aanmerken. Je hoeft ze niet dood te schieten. Eén paintball op Sonja Barend. En de hele familie aan het kakelen hoor. En de volgende VARA-uitzending, die gaat dan hopelijk wel ergens over. Of ze besluiten, nou, laten we maar niet meer verder liegen. Dan gaan we alleen maar leuke dingen vertellen. Van vandaag in Barneveld was er een kinderbijeenkomst met ijsjes en slagroom. En dan leuke beelden. Het kan niet langer, mensen. Het kan echt niet. Armageddon komt eraan. Ik heb nog 1 minuut. En is het 3 kwartier. En dan zijn jullie je aandachtspannen verloren. Oh jee, oh jee, oh jee. Wat een pech voor mij. En de boodschap is toch duidelijk? Of niet? Dus jij bent kinderloos. En dan ga je maar op zoek naar kinderen. Als je kinderloos bent, geen probleem. Autootje regelen of een anonieme of een chipkaart. Je gaat maar naar het Centraal Station van Amsterdam en je pikt er maar eentje op. En die neem je in huis en met kinderen moet je elke dag hetzelfde doen. Dat vinden ze het fijnste. Tot het 14e jaar of zo en dan willen ze elke dag wat nieuws. Maar tot die tijd gewoon lekker voor kinderen gaan zorgen. Doe dat! En koop voor je kind een paintball gun. En leer je kind de namen. En leer je kind van de onzin. En daarna leer je je kind van de zin. En de zin, de frase, die staat in de Bijbel. Maar dan moet je niet te vroeg mee beginnen.
Laat je kind lekker paintballen. Stuur hem af. Oh ja, pak Joris Demmink. Oh, en die andere klootzak, die Ivo Opstelten. En Jan-Peter Balkenende. En Mark Rutte. Al die leugenaars. Shoot them down. Ja, gewoon lekker voorbereiden. Gewoon met z'n drieën tegelijkertijd. En allemaal liggen we gewoon ergens op een dak of zo. Of vanuit de Renault Clio van je tante. Je tante de Renault Clio in de handrem zet. En aan jou vraagt, kan je aanleggen? En dat jij zegt, ja, ik heb hier vandaan een goed beeld. En dan komt Joris Demmink eraan wandelen. Maar poef! En dan wat camera's erop. En dan maken we daar, dat noemen we pofnet. Plofnet. Plofnet.nl. Het is niet pauwnet, maar plofnet. En een we en een we, dat scheelt toch helemaal geen donder. Hè? Dus een plofnet. Het maakt geen donder uit. Hij jaagt die mensen weg. Maar Bob Marley is dood, hè? En die heeft gezegd. Jaag die gekke, kale uit de stad. Jaag de gekke, kale uit de stad. Chase them crazy bald heads out of town. Maar Bob Marley is dood. Vergiftigd. Dat krijg je ervan. En jouw kind, of jezelf, je gaat het ook maar doen. Maak jezelf maar, of je eigen kind, zo lullig voor deze klojo's, dat ze je willen vergiftigen, of dat ze je willen doodschieten. En kijken wat er van komt. Ik roep jullie op tot de Armageddon. Dit is genoeg geweest. Ze mogen niet langer tegen ons liegen. Het moet afgelopen zijn. Nou, ik heb weer een bericht binnen van Jörg Liesman. En dat wordt hartstikke leuk. Dan gaan we Bijbel lezen. Met Jörg Liesman ga ik vanavond Matthäus 7 oppakken. En dan gaan we beginnen bij Matthäus 7 vers 13. Want Matthäus 7 vers 12, die hebben we gedaan. Dus ik ga nu afsluiten om even met Jörg Liesman te gaan skypen. En tegen jullie zeg ik op zijn Hamburgs, en heel toevallig, komt Jörg Liesman daar ook vandaan. Hij is geboren daar. Ik ben er één keer geweest. Meer niet. En ik wist helemaal niet dat het Hamburgs was. Maar nu weet ik dat wel. Dankzij Jörg Liesman. En ik zage tegen die tjuhus. En dag lieverds.